Ik volg de bachelor vastgoedkunde. En ik volg de opleiding Facility Management aan de Hogeschool Rotterdam. En samen volgen wij de minor Sales and Account Management. Omdat SVK een bedrijf is dat zich bevindt in een snelle en dynamische markt. En ik wil alle facetten daar binnenin. Ja, en ik heb eigenlijk altijd al interesse gehad in de sierteelt sector. En ik was benieuwd naar meer in die branche. Dus. Ik heb eigenlijk altijd al wel een redelijk positief beeld gehad over de siertiltsector, omdat ik zelf ook echt uit een tuinersfamilie kom. En ja, eigenlijk is dit alleen maar verbeterd, want ik heb nu gezien wat voor kansen en mogelijkheden dit nog meer biedt, naast het operationele. Ja, en voor mij was eigenlijk was het beeld wel een beetje zwart-wit. Het is een tuin, hard werken bij een kwekerij, alleen maar doorploegen. Maar al snel ben ik erachter gekomen dat er echt veel meer bij kon kijken. Meerdere afdelingen die elkaar aanvullen en veel innovaties en besprekingen. Drie woorden, ik zou het beschrijven als verrassend, leerzaam, maar vooral ook gezellig. En ik zou het omschrijven als inspirerend, flexibel en transparant. Er zijn veel meer carrière mogelijkheden dan je misschien in eerste instantie ook zou denken. Dus ik zou zeker aanraden om ook bij SVCO een kijkje te nemen of er misschien wat voor jou bij zit. En ik zou ook meegeven dat het echt niet allemaal zo zwart-wit is in de siertotsector. Er staat een beeld dat je heel hard moet werken en dat is altijd natuurlijk aan de orde. Maar dus er komt veel innovatie bij kijken, een leuk team, betrokkenheid en veel meer facetten dan dat je denkt.